Hallo en welkom op een algemene video. Ik maak deze video's niet graag. Daar kom ik al sowieso al vooruit. Ik wil heel graag wijken voor YouTube. Dat weet iedereen al. Dus daarom dat ik ook elke dag opnieuw vlog en opnieuw vlog en opnieuw vlog. Maar wat er vandaag is gebeurd op Centrale Kermis, er waren een paar kinderen. Kinderen kon je dat echt al niet meer noemen, volwassenen, dus 16 plus jaar. Die mij gewoon achtervolgden en probeerden geld af te trollen. Hé, hey, gast, jij zit hier van YouTube, hé? Hey? Zeg, ja. Ah, oké. Okay. En wat doe jij zo al op YouTube? Zeg, ja, ik maak vlogs. Ja. En soms wat gaming movies. Jij bent een noob. Jij bent een homo. Dat komt er allemaal uit. En hoe groot is uw lul? Een pieterige. Dat zijn dus echt haters. En deze haters. Ja. Kijk, als je mij niet kunt hebben, negeer mij dan gewoon. In plaats van mij ook op de kermis een slecht gevoel te geven, dat je mij continu achtervolgt, dat ik mijn handen in mijn zakken moet houden, dat ik alles kan voelen wat ik in mijn zak heb steken, dat jullie daar niet aan geraken. Echt leuk. Echt heel leuk. Toppie. Dit is de allereerste video dat ik zo al moet maken. Zo'n video's maak ik eigenlijk niet graag op mijn YouTube channel. Maar je hebt hele leuke YouTubers. Echt hele leuke. Maar je hebt ook slechte YouTubers. Ja, kijkers. Hoor ik daaronder onder de slechte? Nee, ik help graag iedereen. En dat weet heel veel mensen. Dat ik echt heel graag help. Ook uit de nood. Ik ben zo aan het denken om een voorbeeld te geven. Stel. Ja, iedereen weet dat ik regelmatig naar Chris ga. Stel. Er scheelt iets met Chris. Chris voelt zich onveilig. Chris stuurt een sms'je naar mij. Of een berichtje via Facebook. Geen enkel probleem. Als er iets slechts in staat, of help me, dan ga ik sowieso garantie direct klaarstaan voor haar. En ga ik haar ook helpen. En dan sta ik direct langs haar. Of waar ze dan ook is op dat moment, dan sta ik echt langs haar. Ik heb redelijk wat vrienden. Maar ook redelijk wat haters. En ja, die vrienden kan ik maar op één hand tellen. Voilà. That's it. Ik heb maar 3 echte vrienden. Want ik weet sowieso dat ik niet meer op Wouter en Bieke moet rekenen. Die vallen af. Want ze was dat een hele handvol. Dus ik heb nog maar 3 vrienden. Echte vrienden waar ik op kan rekenen. Ik probeer daar ook elke dag zoveel moeite in te steken in mijn vlogs. Dat ook nog. Je moet denken. Ik ga meestal slapen om 12 uur 's nachts. Meestal. Ofwel dat ik nog naar tv kijk. Want het is nu
20:06. Ik kon nog naar de buurtpolitie kijken. Het duurt een half uur. Dan naar familie. Het duurt opnieuw een half uur. En waarna familie komt, dat wil ik ook weer al zien. Het duurt meestal een uur of een half uur. En dat was het bijna 12 uur al, hè. Voilà. Soms ben ik nog zo echt aan het twijfelen, dat geef ik eerlijk toe. Soms twijfel ik nog voor, kijk, wat ik weer al vandaag heb meegemaakt, is niet leuk. Is echt niet leuk. En gasten, als jullie niet in beeld willen komen op mijn YouTube-channel, en jullie komen daar expres in voor, jullie lopen daar voorbij, jullie laten mij proberen mijn filmpje dan zo te laten te mislukken. Sorry, maar dat werkt niet bij mij. Als jullie mij willen coïneren, sorry, dan maak ik jullie niet in een blur vorm. Nee, dat doe ik dus dan niet. Ik heb dat wel gezegd, ja, dan doe ik jullie wel in een blurvorm en al, op een vriendelijke manier. Maar toen begonnen de problemen. Oké. Dan heb ik gestopt met filmen. Daarna zat ik weer al in een lunapark. Ik heb wel een goed gesprekje gehad met de uitbater en al. Toppie uitbater. En dan ben ik terug zo wat de kermis opgegaan. En dan in één keer begonnen ze weer al mij achter te volgen. Voor weer al in beeld te komen. Omwille van dat ik die beelden dan weer al niet kan gebruiken. Dan zijn ze deze keer op een verkeerde adres. Ga maar naar de politie toe. Geef mijn channel maar aan. Mij niet gelaten. Mij echt, maar ook echt niet gelaten. Sorry daarvoor. Maar als jullie echt smerig willen zijn, kan ik ook smerig terug zijn. Punt uit. Ga gewoon naar de politie toe. Klaag mij aan. En de politie zal eerst een instantie zeggen, kijk, dan moeten jullie een report maken op YouTube. Dat ik de eerste strike kan krijgen. Omwille van met 3 strikes weet je sowieso dat uw channel dan weg is. Per geluk heb ik momenteel nog altijd geen strike ontvangen. En daar ben ik ook heel blij om. Omdat van, ik ben nu al letterlijke maanden al aan het vloggen. September, oktober, november, december, januari, februari. We zitten nu morgen maart. Ik ga nu al de 7e maand in dat ik aan het vloggen ben. En dat is lang. Echt waar, dat is al redelijk lang. En daar ben ik echt heel blij om. Ik roep niet voor abonnees. Ik zeg het altijd wel op zo. Ja, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op mijn channel. En een blauw duimpje omhoog te doen op deze video. Ik zeg dat wel altijd. Maar zo gelijk op straat ga ik niet echt iedereen gaan aanspreken van... Allee. Abonneer op mijn channel. Nee, dat doe ik niet. Ik laat de mensen graag hun eigen keuze doen. Vinden ze mijn channel leuk, dan abonneren ze. En dan blijven ze ook op de hoogte van de nieuwste vlogs van mij. Als je niet abonneert, ja, mij niet gelaten. Even goede vrienden. Ook met dat duimpjes gedoe. Dislike maar, of like mijn video's maar. Ik kijk... rapper naar de likes dan de dislikes. Dat ga ik ook eerlijk toegeven. Dat geeft me een goede motivatie. Hoe meer likes, hoe blijer dat ik ook ben. En hoe gelukkiger dat ik ook ben. En hoe meer inspiratie dat ik ook dan weer ook krijg. Voor, ja, voor verder te doen. Voor jullie.
Dus nu weten jullie ook ongeveer wat er gaande is geweest op 28 februari 2017 op Sint-Truiden Kermis. Dus weer al Sint-Truiden, waar het weer al is mislukt. Allee, ja, mislukt niet, maar mij een onveilig gevoel geven. Ik dacht, ik ga het toch nog eens proberen om toch eens naar Sint-Truiden te gaan, alleen, maar nee. Het is niks geworden. Nee. Ik vind het jammer. Omwille van, ik heb een redelijke zware verleden in Sint-Truiden, van mij uit. Ik ben heel zwaar gepest geweest. Dat was in Technicum, in Sint-Truiden. Ik dacht, oh ja, ik en een goede kameraad van mij gaan allebei naar Sint-Truiden Technicum school naartoe. Maar toen keerde die vriend in één keer terug naar mij toe. En ja, toen begonnen de pesterijen op de eerste middelbaar. De eerste middelbaar, tweede middelbaar, derde middelbaar. Toen ben ik van school veranderd. Maar de school had ook een hele grote fout gemaakt omwille van mij het ook telkens keer terug opnieuw door te laten gaan naar de volgende middelbaar. Omwille van, ik had moeite met Frans. En ja, en ze lieten mij telkens keer door. Uiteindelijk hebben ze wel gezegd, kijk, tegen mijn ouders, uw zoon is te zacht voor deze sector. Dan ben ik naar logistiek assistent gegaan. Eerst in het speelhof in Sint-Truiden. Weer al opnieuw in Sint-Truiden. Oké. Daar bleef de pesterijen ook aangaan. Omwille van die van Technicum hebben ook vriendjes in het speelhof. En dan hebben ze daar maar opgestuurd om mij daar verder te laten te pesten. Verder mij een diepe rik in de grond te duwen. Na 3 weken naar die school te gaan, ben ik dan beland in, hoe noemt het? Oh. Maria Burgt in Steenvoort. Maar dat was al 3 weken, is de school daar, ja, is het schooljaar al bezig. En dus en dan kregen ze ook weer andere leerstoflessen. Dan moest ik daar weer beginnen bij te halen, maar dat lukte ook weer al niet. Op met de examens. Lukt gewoon niet. Uiteindelijk zijn mijn ouders ook weer op het matje geroepen. Bij de TK3-standaard in Mariaburg. Ja, uw zoon heeft leerproblemen. Uw zoon doet uiterst zijn best, maar moet geholpen worden. Dus ik heb moeite met mijn Nederlands. En tempo en dan nog wel handvaardigheid. Dat geef ik eerlijk toe. Dan ben ik uiteindelijk beland in de dageraad in Borgloon, die daar nu niet meer bestaat, want die zijn dan verhuisd naar Kortesheim toe. En daar hebben ze mij echt heel goed geholpen. Uiteindelijk, na 9 jaar, heb ik uiteindelijk een job bij Sint Joris, de wasserij. Maar ik kan er niet erop juichen. Want ik heb ook nog eens een jaar al gewerkt met een WebPlus contract. En dan kon ik daar ophoepelen en verder zoeken naar werk toe. Ja. Dus. Dan weten jullie dat dus ook weer al. Maar niet. Ik geef het eerlijk toe, ik maak niet zo van deze filmpjes heel graag. Ik sta nu ook op een parking in Alken, dus ik ben niet rechtstreeks naar huis gereden. Waarom niet? Volgens mij sta ik daar op het gras en dan had je nog mijn hond. Dan zit die thuis dan rond de kwastballen, zot te doen en al, en dan moet ik redelijk rap naar binnen gaan, omwille van dan is de hond terug rustig. Eén vraag.
één vraag, echt waar. Waarom? Waarom moet dat altijd bij mij gebeuren dat er zo slechte personen bestaan op de wereld die mij ook wilt aanvallen en een slechte naam geven? Want die gasten waren ook op een gegeven moment bezig van, haha, daar kun je echt goed tegen kloppen. Hoe hard kun jij slaan? Ik zeg, als ik wil, raak ik daar gewoon door met mijn vuist. Zo hard kan ik wel slaan. Maar ik doe dat niet. Ik doe geen vernielingen aan andermans zaken. Ik heb respect voor andermans zaken. Dan, jullie hebben ook gezien in mijn vlog, ik denk de 144ste of de 145ste vlog, Centrale Kermis 2, dat ik daar met die dingetjes bezig was. Met die springbal. Zo in die ronde dingetjes te krijgen en proberen aan de checkpot. Ik heb er heel wat tickets gewonnen. Ja? Dit is alles wat ik nog heb. Dus door die gasten ben ik dus bestolen. En heb ik er nog maar 2 punten. Ik had er in totaal, ik heb ze geteld. Ik had er 17. Dus 15 hebben ze kunnen meenemen. Het heeft burgerlijk mij maar 2 euro gekost. 2 euro waar ik kwijt ben gespeeld. Maar dan nog. Zoiets doet je niet. Je blijft ook als bezoeker daar. Laat die mens, laat mij plezier hebben in een lunapark. Plezier. Want er is al genoeg miserie al in de wereld. Echt waar, genoeg miserie. Maar ja. Ik ga hier nu deze video beëindigen. Dan weten jullie ook wel ongeveer wat er is gebeurd. Weer al. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Dus dan weten jullie wat er weer al is gebeurd op de dinsdag. 28 februari. Ik ga toch eens moeten bekijken hoeveel dat zo'n bodyguard kost. Als ik daar al mee moet beginnen. Dan zijn we al echt heel goed bezig met een goede samenleving te doen hier in de wereld. Echt waar. Dat ik al een bodyguard nodig heb om je eigen te beschermen. Ik ga je één ding, ze hebben dan ook nog gevraagd. Ik ga nog even verder. Dan, ze hebben dan ook op een gegeven moment ook gevraagd zo. En, vecht je graag? Ik zeg, vechten. Vechten is voor mietjes. Maar hun dan zeggen, vechten voor mietjes. Als je vecht, dan zeg je geen mietje. Dan zeg je stoer. Heel goede redenering. Als je vecht, bent je stoer. Echt. Dan moet ik op straat iedereen beginnen neer te kloppen of wat. Dan ben ik echt stoer. En dan ben ik een vent. Echt. Kom mensen. Waar zijn jullie dan mee bezig, jeugd? Waar zijn jullie dan mee bezig? Ik vecht niet zomaar. Als ik vecht, is het puur uit zelfverdediging. Dus als ik eerst een klop ontvang, ga ik sowieso mij terug in verdediging stellen. En klop ik terug. Daar heb ik dan. Ik dan heb daar de volste recht van. Als hij dan neervalt en hij bloedt,
is dat zijn probleem, omwille van hij heeft de eerste zet gedaan om mij ergens op mijn lichaam te raken. Met woorden niet, hè. Dus echt met hand of met kopstoot of stampen of zo, noem maar op. Het hoort niet, maar dan ga ik wel zelf in de verdediging en dan heb ik daar wel mijn volste recht van. Ik ben een hele leven jongen, een heel gevoelige jongen, die al veel heeft meegemaakt. Je ziet, weer al in zijn truiden, weer al slecht. Dus dan pak ik conclusie. Ik heb een conclusie genomen. Ik ga nooit, of dan nooit meer, naar het Sint-Truiden carnaval. Nee, dat doe ik niet meer. Nee, sorry Sint-Truiden. Of waarom moet u nu meer beveiliging toepassen? Dat ik me terug veilig voel in Sint-Truiden. 2. Ik kom ook dan mee naar de kermis in Sint-Truiden. Sorry G-Force, dat jullie daar staan. Maar ik kom niet. Ik kom niet. Dan kom ik liever waar je ergens anders er staat. Bijvoorbeeld Hasselt. Dan kom ik daar naartoe. Dus ik kom al niet naar de carnaval. Ik kom al niet naar de kermis meer. Als er de wereldkampioenschappen voetbal is, of de Europese kampioenschappen voetbal is van België, wordt dat meestal daar ook op het grootscherm vrijgegeven. Kom ik ook niet meer. Is er iets te doen van Pokémon? Kom ik ook niet meer. Sorry. Het één ding waar ik nog voor naar Sint-Truiden kom, voor naar Bewel te gaan, mijn auto daar neer te zetten, dat ik daar kan overstappen in Gies in een auto, eigenlijk mijn collega's in een auto, dat we dan samen naar Sint-Joris kunnen rijden, dat ik daar kan gaan werken. Meer niet kom je in Sint-Truiden. Want Sint-Truiden, echt waar, jullie zitten tot hier, hè. Echt waar, tot hier, hè. Ik zit hier nu bijna een half uur gewoon te leuteren wat er weer al is gebeurd in Sint-Truiden. Ik snap het, godverdomme niet. Die problemen heb ik niet in Genk, niet in Alken, niet in Hasselt, niet in Turnhout, niet in Antwerpen, niet in Brugge, niet in Oostende, niet in Amsterdam, niet in Maastricht, nergens niet. Alleen maar in Sint-Truiden. Waarom? Waarom? Ach ja. Ik ga nu stilletjes van terug vertrekken richting thuis toe. Hier vraag ik dus niet voor de duimpjes omhoog of omlaag te doen of te abonneren op mijn channel. Dat vraag ik dus niet. Maar wat ik wel heel leuk vind, is dat jullie hebben gekeken naar deze verslagske weer al. Slechte verslag weer al, wat ik weer al heb meegemaakt in Sint-Truiden. Dus. Ik kan nog tot 25 minuutjes vloggen, zeg ik nu. Ik vlog. Als ik aan het filmen ben, denk ik dat ik aan het vloggen ben. Heel sorry daarvoor. Dus ik ga tot 25 minuten nog doordoen. Dus dat is nog een half minuutje. Ik bedankt om naar deze filmpje te kijken. Ik weet niet juist hoe ik dat juist moet gaan noemen voor een filmpje. En ja, ik hoop dat de haters ook daarmee stoppen. En ook richting dus David Games die's en zo. Die hebben ook haters. Stop alsjeblieft met hun te haten. En doe alsjeblieft lief tegen elkaar. Want er is zoveel miserie al genoeg in de wereld. Punt uit. Nu zit ik al over de 25 minuten al te filmen. Dus bedankt om te bekijken deze filmpje. En ik zal zeggen,
Ik zal zeggen, kijk alstublieft elke dag naar mijn flauwskist toe. En doe daar een blauw duimpje omhoog. En je ziet mij als je abonneert op mijn channel, ja of nee. Ik sta daar niet om te springen. Ik doe het nu momenteel nog altijd voor de hobby. Voor plezier. Het is altijd heel mooi als ik daar een beroepje kan van maken. Dat ik bijvoorbeeld naar andere landen kan reizen en al. Voor jullie. Maar dan moet ik wel effectief beginnen geld te verdienen via YouTube. Dus ga ik niet in mijn eigen zakken steken. Nee, nee, nee. Dat ga ik sowieso niet doen. Wat ik daar wel sowieso hoogstens mee ga doen, dat is een huisje mee huren. Met elektriciteit, water, bla bla, wat er allemaal bij hoort. Allemaal mee betalen. Het internet mee betalen. Nieuw materiaal betalen. Voor de betere vlogs te kunnen maken en al. Dat staat nog allemaal wel op het programma. Of op de planning. Als ik me echt, maar ook echt een job via YouTube mee kan maken. Momenteel gaat het nu nog niet. Te weinig abonnees. Te weinig views. Maar ik roep er niet om views te hebben. Hoe meer views, hoe blijer dat ik ook weer wel ben en al. En hoe beter dat ook dan mijn channel gaat lopen. Kijk ook regelmatig ook op mijn website www.cyclotv.be. Dan heb ik ook nog een kleine oproep ook naar de lampenorganisatoren nog eens toe. Als jullie gesponsord willen worden door mij, spreek me gewoon gerust aan op Facebook via mijn fanpage. Komt alles wel in orde. Ofwel info@cyclotv.be. Want ik sponsor het echt heel rap met Steam Games. Dat is een end. Tot later. Ciao. Nu ben ik bijna een half uur bezig. Bijna. Oh, ik dacht dat ik de kerk... Ah, jawel. Eén slag heeft de kerk gedaan. Dat betekent dat het nu 8:30 is. Dus tijd om richting thuiswaarts te gaan. Dag.